Hoi allemaal, helemaal leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en vandaag heb ik voor jullie een mega leuke video. Ik ga namelijk mijn hele kledingkast opruimen. Ik heb dit echt een paar maanden geleden ook al gedaan, maar vandaag ga ik iets doen, of ik ga het in ieder geval op een manier doen dat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik ga namelijk dus de kleding items pakken en ik ga het ook gelijk aantrekken. Zo kan ik gelijk zien hoe het me staat, hoe ik me erbij voel. En dan kan ik denk ik ook beter wat meer dingen wegdoen. De zomer is nu bijna voorbij. We hebben nog een aantal dagen dat het echt lekker weer wordt. Echt gewoon 26, 27 graden. Maar voor het grote deel is de zomer toch echt wel voorbij en gaan we echt richting de herfst. En daarvoor wil ik nu ook wel gaan shoppen. Maar ik weet gewoon niet zo goed wat ik heb, wat ik nodig heb. Dus ik ga vandaag samen met jullie mijn kledingkast opruimen. Ja, zoals ik dus al zei, ik ga gewoon bijvoorbeeld een shirt of een trui pakken. En dat ga ik ook gelijk aantrekken. Tenzij ik zeker weet dat ik het wil houden. Maar er zijn gewoon zo mega veel dingen in mijn kledingkast waar ik gewoon niet zeker van weet... Ja, hoe ik het nou bij me vind staan. En vooral de zomerdingetjes. Ik weet nu echt bijvoorbeeld welke t-shirts ik niet heb gedragen. Welke ik juist heel veel heb gedragen. Dus we gaan het lekker samen uitzoeken. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als dat zo is, vergeet dan niet zeker even dat blauw duimpje omhoog te doen. En dan gaan we nu snel beginnen. Oké, guys. Zoals jullie kunnen zien, hier is mijn kledingkast. Normaal zou ik jullie iets meer hier naartoe zetten. Maar je kan zien, een raam. Dus dan wordt de belichting niet heel erg goed. Dus ik ga jullie gewoon zo zetten. En dan kunnen jullie zo... ook zien wat ik allemaal aan heb. Dus laten we gaan beginnen. Jullie kunnen het misschien hier al een beetje zien. Op het bovenstaande gedeelte heb ik vooral mijn jasjes en mijn truien. En een beetje topjes met lange mouwen. En ik heb er ook een jurkje hangen. En daaronder heb ik nog zo'n hanggedeelte. Je kunt het hier wel een beetje zien. Daar heb ik echt alle t-shirts en zomertopjes nog hangen. Dus we gaan het uitzoeken. Oké, we gaan beginnen met het eerste topje. Dit is een topje van Chiquelle. Het lijkt heel erg op zo'n bekend topje van de Zara. Ik ga deze heel even aandoen en dan ga ik heel even kijken wat ik ervan vind. Oké, ik heb het topje nu aan en ik vind hem eigenlijk nog wel heel erg leuk. Dus ik ga deze wel bewaren. Maar deze ga ik waarschijnlijk wel gewoon bewaren pas voor volgend jaar de zomer. Want ja, ik denk niet dat ik dit nu nog draag. Dit is wel echt een beetje zo'n vakantietopje of zo. Maar ik ga deze wel houden. Dan heb ik dit topje van Chiquelle. Deze ga ik ook even aanpassen. Deze heeft van die schouderpads. En verder is het best wel een vormloos shirt. Dus ik ga heel even kijken... ja, wat ik hier nu nog van vind, want dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb hem nog nooit gedragen, dus we gaan het zien. Oké, ik heb dit topje nu aan, maar ik vind het eigenlijk helemaal niks. Ik vind het niet zo goed bij mij staan. Dus ik ga deze wegdoen. Zoals je kan zien, dit is echt nog een super mooi topje. Kaartje hangt er ook nog aan, maar ik vind dit gewoon echt niks voor mij. Ik heb het de hele zomer niet gepakt, dus in principe is het dan sowieso wel niet echt iets wat ik snel aan zou doen. Dus deze ga ik wegdoen. Dan heb ik het volgende topje aan. Dat is deze van de Bershka. Ik heb deze al zo lang. Hij schijnt wel echt super erg door. Maar die heeft een super mooie rug. Ik heb deze echt al zo mega lang. En ik heb hem echt al super lang niet meer gedragen. En ik denk ook niet... dat ik heb hem nu aan, maar ik denk niet van... oh, die vind ik echt super leuk. Dus ik denk dat ik deze ook weg ga doen. Dan heb ik dit topje van de Zara. Deze heb ik echt laatst nieuw gekocht. En die vind ik gewoon super leuk. Die heeft hier van die touwtjes waarmee je hem strakker kan trekken. Dus deze ga ik houden. Dan heb ik dit shirt van Vogue. Deze wil ik gewoon houden, maar dit zou ik niet naar school dragen. Maar dit is echt gewoon voor thuis leuk een chill shirtje. Maar die ga ik wel houden. Dan heb ik dit shirt. Deze is van Lovies. Maar die heb ik ook echt al 2 jaar niet meer gedragen. Dus deze ga ik ook wegdoen. Ik heb hem altijd gehouden omdat ik een rokje heb wat precies dezelfde kleur is. Dus ik dacht altijd van, oh leuk op elkaar. Maar ik zou het toch nooit meer zo samen dragen. Dus deze ga ik ook ja, wegdoen. En bij wegdoen bedoel ik trouwens eerst mijn zusje mag even kijken wat zij wil. En de rest ga ik gewoon verkopen op mijn Vinted. Dus hou mijn Vinted in de gaten. Want onder andere komt dit hele leuke shirtje erop. Dan heb ik echt dit basic shirtje van de Stradivarius. Altijd wel handig om te hebben, denk ik. Deze ga ik ook gewoon bewaren. Ik draag hem niet zo vaak, maar het is gewoon echt zo'n basic item. Kan je nooit meer misgaan. Dus die. Dan heb ik dit shirtje. Ik vind deze de laatste tijd een beetje... ik weet het niet zo heel erg goed. Ik ben heel erg aan het twijfelen, want altijd als ik dit shirtje aan heb, weet ik gewoon dat het een netjes shirt is. Ik vind het echt een goed shirt. De kwaliteit is echt super goed en hij valt gewoon super mooi. En verder is het niet heel erg speciaal. Alleen hier staat iets, maar ik denk dat ik hem nog wel ga houden, want het is wel echt gewoon een super mooi en fijn shirt. Dus ik hou hem nog even. Dan de shirt van Colour for Rebel ga ik even aandoen, want ik weet het niet meer zo goed bij deze. Oké, dit zou ik nooit dragen meer. Ik weet niet waarom ik dit ooit heb gekocht. Ik vond het toen heel leuk met die letters. En vooral gewoon als je je bikini eronder hebt, is het gewoon super leuk voor op het strand. Maar ik hou niet zo van die felle kleurtjes. Maar ik heb hem nog nooit gedragen. Daarom heb ik hem altijd bewaard. Want ik vind het gewoon super zonde. Maar ja, ik draag dit gewoon niet. Dus ik ga dit lekker verkopen. Nooit gedragen. Shirtje van Colour for Rebel. Dus ja, die ga ik wegdoen helaas. Dan hou ik van dit shirt van My Jewelry. Ik vind het zo'n mooi shirtje.
super basic, maar echt super, ja, professioneel, chic. Ik vind het gewoon echt een mooi shirtje. Dus dat is die, die hou ik. Ik heb een volgend shirtje aan en dat is deze van Jeans Louise. Ik was super blij toen ik deze kocht, maar ik ga hem wegdoen, want hij zit gewoon te strak hier bij de mouwen. Het zit gewoon echt te strak. Je kan het denk ik ook wel zien. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Maar ik heb hem een paar keer aangehad, ook niet zoveel. Ik heb deze toen tweedehands gekocht op Vinted. Echt super veel plezier voor gehad, maar ik ga hem nu denk ik weer doorverkopen, want ik zou dit niet meer zo snel dragen. En ik vind gewoon echt dat hij te strak zit, vooral hier gewoon heel erg. Dus die ga ik verkopen weer. Dan dit nieuwe shirtje nog van Lovies. Kaartje hangt er nog aan. Op de achterkant staat zo Los Angeles. Ja, ik zou dit ook niet meer dragen nu. Ik heb dit toen een keer in de sale gekocht. Maar ik heb hem gewoon nooit gedragen. En ik vind het gewoon te basic of zo. En ik vind dit niet zo leuk. Dus ik ga deze gewoon verkopen. Dit is echt nog een nieuw shirtje van Lovies met Saint-Tropez. Heb ik ook nog niet gedragen. Omdat ik dit... Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet combineren. Want het is best wel een oversized shirt. Maar ik ga hem wel houden. Want ik vind hem wel heel erg leuk. Dan mijn twee grijze shirts komen ook van Jeans Louise. Deze ga ik sowieso houden. Maar over deze twijfel ik heel erg. Dus ik ga hem heel even passen. En dan kijk ik even hoe ik me erbij voel. En anders gaat hij weg. Maar ik ga heel even kijken. Misschien vind ik hem wel super leuk. Dus deze hou ik. En deze ga ik even aantrekken. Oké, ik heb een shirtje aan, maar ik weet het echt niet zo goed. Want ik heb dit shirtje voor veel te veel geld gekocht op Vinted toen. Echt voor 40 euro of zo. En ik heb hem nog nooit gedragen, dus dat zegt ook al wel genoeg, denk ik. Want het shirt is gewoon veel te groot. Hij is heel erg lang aan de onderkant en dat vind ik niet zo chill. Misschien dat je zo in de spiegel een beetje kunt zien. Hij is echt heel erg lang. Maar het is echt een super bekend shirt van Jeans Louise. Als je het merk kent, ken je dit shirtje waarschijnlijk ook. En ik wilde hem een paar jaar terug echt super graag, maar ik heb hem nog nooit gedragen. Dus ik ga hem gewoon wegdoen. Ik ga hem weer verkopen. Dus ja, deze doen we weg. Dan heb ik deze twee blauwe shirtjes. Die ga ik ook houden. Deze is van mijn jewelry. Deze is weer van Jeans Louise. Super mooi shirt voor in de zomer. Echt, ik hou van dit shirt. Hij ziet er super mooi uit. En ik vind de kleur blauw ook heel erg leuk. Maar deze ga ik allebei houden. Dan heb ik dit topje van Bershka. Deze is nog helemaal nieuw. Heb ik toen ook een keer in de sale gekocht. Maar ik heb die nog nooit gedragen. Maar ik weet niet. Ik weet niet zo goed wat ik van de kleur rood vind. Ik ga hem heel even aanpassen. Oké, guys. Ik heb het topje aan, maar ik vind het helemaal niks voor mij. Hij is best wel kropt, want hieronder stopt hij al. Maar ik vind de kleur rood ook niet echt zo heel erg mooi bij mij staan. Dus deze ga ik ook verkopen. Dan heb ik dit topje aan van de Zara. Ik ben hierover heel erg aan twijfelen, want ik heb hem echt super vaak gedragen. Gewoon bij een skinnybroek of maakt niet echt heel veel uit. Ik vind deze wel heel erg leuk. Maar ik ben ook een beetje aan het twijfelen. Maar ik denk dat ik hem nog wel hou. Want ik weet dat mijn zusje deze waarschijnlijk ook nog wil houden. Dus dan hebben we hem in ieder geval nog. Maar ik denk dat ik deze zo gewoon ga houden. Dan heb ik hier nog twee t-shirts die ik ga houden. Deze is van Lovies en deze is van Costus. Super chille shirtjes draag ik ook echt heel erg vaak. Dus deze hou ik. Dan heb ik hier weer een aantal shirts waarvan ik gewoon weet dat ik ze wil houden. Deze is van My Jewelry, die hou ik. Deze is ook van My Jewelry. Deze shirts hebben jullie ook echt al te vaak gezien. Dus die hou ik natuurlijk. En ik heb er nog twee van Lovies. Deze. Met super leuke tekst achterop. En deze, die hou ik ook allebei. Dan heb ik deze twee shirtjes van Lovies. Het zijn dezelfde shirtjes. Met dezelfde print en zo. Het is echt een heel bekend shirt van Lovies. Maar eentje heb ik al eerder. En die is al een beetje kapot. Die heeft wat gaatjes. Die ziet er niet meer zo heel netjes uit. Dat is deze. Die ga ik houden. En dit is dan een andere. Die is nog gloednieuw eigenlijk. Misschien dat ik die één keer heb aangehad. Maar ik weet het eigenlijk al niet meer. Maar deze ga ik wel wegdoen. Omdat ik die al heb. En zo vaak draag ik hem niet meer. Dus dan ga ik deze maar gewoon verkopen. Dan heb ik dit shirt ook van Lovies. Heb ik ook een keer gekocht in de sale. Maar ik weet niet zo goed meer wat ik hiervan vind. Ik heb hem ook nog nooit aangehad. Dus ik ga hem heel even passen. Oké, dan heb ik dus dit shirt aan. Ja, ik vind het helemaal niks meer. Ik zou dit niet meer dragen. Maar ik ga dit nu gewoon bewaren als een slaapshirt. Want hij is te groot. Kijk, je kan het in de spiegel hier zien. Tot hier komt hij, hè, besef. En hier is mijn broekrand. Dus ik ga dit gewoon bewaren als een slaapshirt. En dan heb ik hier nog drie topjes. Ik heb als eerst deze. Die draag ik super veel in de zomer. Die ga ik houden. Die is trouwens van de Villa. Dan heb ik deze van de Zara. Een beetje hetzelfde. Die ga ik houden. En ik heb ook dit topje van de Zara. Dit is echt zo'n crop topje. Nog niet aangehad, maar dit is meer iets voor een feestje of met uitgaan. Niet dat ik uitga, maar het is gewoon een idee. Of echt voor vakantie. Ik zou dit nu zo nooit dragen. Maar ik vind hem wel echt super leuk. En ik kon hem toen echt niet retourneren. Dus ik heb hem maar gewoon bewaard. En ik ga hem ook lekker bewaren. Kijk, en jullie kunnen het zien. Hier de onderkant is helemaal leeg. Dus we gaan nu door naar de bovenkant.
En op de bovenste stang hangen allemaal dingen met lange mouwen en één jurkje. Die ga ik ook even pakken. Dat is namelijk dit jurkje van Lovis. Jullie hebben hem in mijn Lovis shop nog wel kunnen zien. Die hou ik, die heb ik echt net nieuw en ik hou ervan. Ik vind hem echt super mooi. Dan gaan we door naar dit topje. Deze ga ik even aandoen, want ik weet niet meer zo goed wat ik hiervan vind. Deze komt van de Bershka. Die heb ik echt al mega lang, maar ik ga hem heel even aandoen. Het is dus zo'n off-shoulder topje. Dan heb ik dit topje aan, maar deze vind ik eigenlijk niet meer zo leuk. Ik heb hem ook echt al heel erg lang, dus ik denk dat ik deze ook gewoon weg ga doen. Dan heb ik deze van de Zara. Dit is echt een super mooie blouse, die ga ik houden. Dit topje van Chiquel blijf ik mooi vinden. Hey, ik heb hem eigenlijk nog niet echt ooit aangedaan. Ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar ik vind hem gewoon echt te mooi. Hij heeft van die super mooie mouwen. Echt een soort van die flare mouwen. En verder heeft het een mooie ronde hals en het is gewoon een super mooi stofje. Dus die hou ik ook. Dan heb ik hier een heel aantal truien die ik allemaal ga houden. Ik ga ze heel even snel laten zien. Deze heb ik bij de Koopman gekocht. Deze komt van Alex de Label. Deze komt van de Zara. Deze heb ik bij een online boutique gekocht. En deze komt van de Bershka. En die ga ik dus allemaal houden, want die draag ik echt allemaal. Dit blouseje van Lovis heb ik ook gehouden. Super mooi blouseje, dus die hou ik. En dit is een soort jasje. Even die franjes en corduroy van Colorful Rebel. En die hou ik ook. Dit jasje komt van de Zara. Ga ik ook bewaren. Superleuk jasje. Vooral voor de lente en zo. Ja, over deze twijfel ik heel erg. Ik heb deze ook in het zwart en in het beige. Precies hetzelfde. Maar ik heb hem dan ook in het groen. Maar ik ga hem heel even aanpassen. Ja, deze vind ik echt nog leuk. Ik hou echt van die kleur. Ik vind het echt een super mooi kleurtje. Ik denk wel dat ik een beetje te wit ervoor ben, maar ik ga hem bewaren, want ik vind hem super leuk. Dan heb ik hier weer een aantal jasjes die ik ga houden. Deze komt van de Zara. Deze draag ik echt super vaak. Die moet ik even goed doen. Maar die hou ik. Dan heb ik dit jasje van Naked en Kim Veenstra met van die super leuke franjes. Die hou ik ook. En ik heb dit jasje ook nog van de Zara. Ook een spijkerjasje en die hou ik ook. Dit is een trui van de Pool & Bear. Die heb ik toen ook een keer gekocht. Nog nooit gedragen. Kaartje hangt er nog aan. Maar die ga ik wel sowieso houden, want het wordt nu natuurlijk herfst en winter. En hij is wel super lekker warm, dus nu komt hij echt goed van pas. Dan heb ik mijn favoriete truien. Dat zijn namelijk dit soort truien. Die vind ik super chill. Ik heb er ook 3, dus echt te veel. Maar deze komt in ieder geval van de Bershka en de groene ook. En deze komt van Chiquel en ik draag deze zo vaak. Dat ik deze ook sowieso niet weg ga doen. Echt, ik hou van deze truien. Dan heb ik 2 topjes nog van de Zara. Ik heb deze in het zwart. Die heb ik dus nu ook aan in het groen. Die heb ik ook in het zwart. Die hou ik. En ik heb dit superleuke blouseje van de Zara. Heb ik ook ooit op Vinted gekocht. Dit is echt zo'n blouseje voor een leuk feestje of zo. Of voor een iets specialere gelegenheid. Dus die ga ik ook houden. Dan heb ik ook weer nog 2 truien van Alex de Label. Namelijk deze en deze. En die hou ik ook. Dit zijn ook echt mijn favoriete truien. Dus die gaan zeker niet weg. Dan heb ik deze 2 truien van Lovis. Als eerst deze. En deze vind ik ook super leuk. Hou ik ook. Dan heb ik dit topje van Chiquel. Deze ga ik eventjes aanpassen. Want ik weet het niet zo goed bij die. En deze hou ik ook. Die heb ik eigenlijk nog nooit gedragen. Kaartje hangt er ook nog aan. Maar dit is echt zo'n vakantietopje. Echt zo'n blouseje voor naar het strand. Dan heb ik dus dit topje aan. Deze is van Chiquel. En deze ga ik wel houden. Die vind ik wel leuk. Die zit ook gewoon iets strakker. En dit schiet ook niet zo snel omhoog. Bijvoorbeeld bij die witte die ik net aan had. Daar was het wel heel erg bij. Dus deze hou ik. Dan heb ik echt dit welbekende jasje van de Zara. Ik denk echt dat iedereen hem wel kent of heeft. In het zwart met van die franjes. Maar die vind ik ook heel leuk. Vooral voor een feestje vind ik deze leuk. Ik had die laatste ook nog een keer aan. Dus deze ga ik houden. Oké, ik heb nu het leren jasje aan. En ik dacht, ik doe deze weg. Maar ik ga hem toch houden. Want dit is mijn enige leren jasje. En ik heb niet zoveel zin om een nieuwe te kopen als deze nog goed is. Die is van de America Today. En die heb ik toen echt gekocht voor 80 euro of zo. Het is ook gewoon echt leren. Dus hij is wel echt super goed. Maar ja, ik draag hem niet zo vaak meer. Maar misschien in de winter toch wel weer. Misschien met een hoodie eronder of zo. Dus ik ga deze toch nog wel houden. Zoals jullie kunnen zien is de kast leeg. Alleen mijn ochtendjas hangt er nog. Maar die laat ik gewoon hangen. Ik ga nu alles weer lekker terughangen. Dus boven komen natuurlijk weer gewoon de jasjes en de dingen met lange mouwen. En onder komen weer de shirts en de topjes en zo. Dus laten we dat eventjes gaan organiseren. Oké, dan heb ik hier nog wat topjes liggen. Die heb ik allemaal uit dit gedeelte van de kast gevist. Die heb ik dan gewoon een keer neergelegd. En het zal wel. Maar ik ga die nu even uitzoeken. En dan kan ik dat ook gelijk bij dat gedeelte hangen. Bij het hanggedeelte. Want nu lag het dus gewoon of in zo'n mandje. Dus ik ga even kijken wat hier allemaal ligt. Ik ga beginnen met dit topje. Die hou ik.
Dit is echt een super leuk zomertopje van de Bershka. Dan heb ik nog een heel leuk zomertopje. Dat is deze van de Stradivarius. Die vind ik super leuk. Hou ik ook. Deze van de Zara had ik dus ook al in het wit dat ik zei. Ik heb hem ook in het zwart. Draag ik ook echt super veel. Dan heb ik dit topje van Chiquelle. Die vind ik ook heel erg leuk. Echt wel een crop topje. Dus echt voor de zomer. Ik heb deze ook gewoon alleen gedragen op vakantie. Verder voor zo vind ik hem nog wel te kort eigenlijk. Dan heb ik dit topje van de H&M. Die ga ik wegdoen, want die draag ik toch niet meer. Dus die gaat weg. Dan heb ik dit topje van Zara. Ook nog nooit gedragen, maar het is zo'n mooi topje. Maar ik ben hier toch te wit voor, denk ik. Of op vakantie kan het wel, maar ik ga hem toch wegdoen. Dan heb ik dit topje van Chiquelle. Die hou ik, want dit is echt gewoon zo'n perfect topje. Ook eventueel voor onder een trui of zo. Dus die hou ik. Ook zitten er gewoon hemdjes in. Ik heb 2 zwarte en 2 witte. Die hou ik ook allebei. Die zijn gewoon super chill. Ook gewoon voor in de zomer, maar ook gewoon in de winter voor onder een trui. Dus die hou ik zeker, maar die ga ik niet ophangen. Dit blijft wel gewoon echt in het mandje. Verder heb ik ook dit. Dit is zo'n soort hemdje-achtig iets. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dit vind ik op zich ook wel handig. Dus dat hou ik ook gewoon. Dan heb ik dit topje van de Zara. Ik heb deze nog niet gedragen, ook op Vinted gekocht van iemand. Maar ik ga deze toch nog wel bewaren voor volgend jaar. Maar ik denk dat ik deze dingen eraf ga knippen. Want ik vind dit misschien een beetje te kinderachtig. Maar ik ga hem wel gewoon bewaren, want ik vind het blauwe wel heel erg leuk. En dan als laatste heb ik dit topje. Precies hetzelfde topje. In het wit, maar ik ga hem heel even aandoen. Want volgens mij is deze wel iets groter. Maar ik ga heel even kijken. Oké, ik heb het topje aan. Ik ga hem nog wel houden. Ik vind hem wel leuk. Vooral aan de achterkant. Vind ik hem super leuk. Dus deze ga ik nog even bewaren. En dit ziet er nu zo uit. Ik heb eigenlijk alles nu opgehangen wat ik wilde ophangen. Van die topjes en zo. Ik heb heel wat lege hangers hangen. En verder alles natuurlijk op kleur. En hierboven ook. Dus dit is nu helemaal weer schoon en netjes. Super blij mee. En mijn batterij moest even opladen. Dus ik heb in de tussentijd dit even gedaan. En dit hier. Dit zijn mijn schoenen. Dit is gewoon mijn ondergoed en mijn zwemkleding. Maar dat is niet zoveel. Hier zijn dus nog die hemdjes. En wat kleine overige topjes. Hier wat tassen. En dit zijn al mijn sportkleding en slaapkleding. Dus dat heb ik allemaal hier neergelegd. En dit is alles wat weggaat. Ook echt superveel. Vooral heel veel witte dingen zoals je kan zien. Maar dit gaat in ieder geval allemaal nu al weg. En het enige wat we nu nog moeten doen zijn deze twee. Ja, plank eigenlijk. Hierin heb ik al mijn onderkantjes. Dus al mijn rokjes. Ja, eventueel wat jurkjes nog. En hier wat korte broekjes en zo. En daarbovenin heb ik allemaal van die wrap vestjes en mijn andere overige truien. Ga ik ook even allemaal eruit halen en even uitzoeken. Dus let's go. Oké, ik ben er even bij gaan zitten. Ik ga beginnen met alle onderkantjes. Ik heb als eerste het rokje, die hoort bij ja, dat topje. Die kan ik nu even niet vinden. Maar dat gaat dus gewoon als setje weg. Superleuk, maar ik heb het nog nooit gedragen. En ik ga het ook niet dragen, want ik vind deze kleur gewoon niet leuk. Dus die gaat weg. Dan heb ik dit hele leuke rokje van Lovies. Dit is echt zo'n leuk rokje voor met oud en nieuw en zo. Ga ik ook gewoon speciaal daarvoor houden. Want ja, ik vind het gewoon super leuk. Dus die ga ik gewoon houden. Dit jurkje is van Most Wanted. Die heb ik toen een keer gekocht. Nog nooit gedragen. Maar zoals ik al zei, rood. Het staat mij gewoon niet. Dus deze ga ik ook wegdoen. Wel een super leuk jurkje. Dit is dus dat rokje wat ik zei met diezelfde kleur. Komt ook van Lovies. Ga ik houden, want die vind ik wel heel leuk. Dan heb ik dit hele leuke skort. Ja, dit is een skort van Lovies. Die heb ik echt super veel. Die ga ik allemaal houden. Ik heb ook deze met van die sterretjes. Kijk, waar liggen ze? Oh ja. Dan heb ik deze met zebra print. En ik heb dus ook nog een rode. Maar ik moet zeggen dat ik deze rood vind ik dan wel weer leuk of zo. Je kan het ook wel zien. Kijk, dit zijn allemaal verschillende kleuren rood. Dit is meer lichter oranje of zo. Dit is juist weer meer wat feller. En dit is meer wat richting de wijnkant. Dus deze hou ik. Deze gaan weg. Wat hebben we nog meer? Oh ja, ik heb deze dus ook nog van Lovies met nog een kaartje. Maar ik weet niet of ik die print wel helemaal leuk vind. Dus ik denk dat ik deze ga wegdoen. Dan heb ik dit hele leuke satijnen rokje van Chiquelle. Die ga ik nog wel bewaren. En ik heb dit rokje, ja die kan ik gewoon niet wegdoen. Want hier zitten zoveel goede herinneringen aan dat ik deze echt niet weg kan doen. Als ik dit rokje zie, moet ik gelijk allemaal denken aan vakanties. Dus deze kan ik echt nooit wegdoen, dus die hou ik gewoon. En dan voor de verdere liggen hier nog allemaal broeken. Allemaal spijkerbroeken eigenlijk. Ik heb hier nog wat shortjes. Maar dat ga ik allemaal bewaren, want ik heb dit laatst eigenlijk al een keertje uitgezocht. Oké, guys, dan gaan we door met al mijn truien. Dit is dus ook het laatste vakje wat we gaan opruimen. Maar ja, dit zijn dus de truien die ik nu dit seizoen kan gaan dragen. Maar ik moet je zeggen dat ik eigenlijk van bijna geen één trui die hier ligt echt blij van word. Waarvan ik echt denk van, oh dat ga ik dragen, daar heb ik zin in. Dus dat betekent eigenlijk al dat alles weg moet. Maar ik ga het gewoon even één voor één weer met jullie langs. En dan gaan we even kijken
ja, wat ik ervan vind. Misschien dat ik ook wel dingen aan ga trekken, maar we zullen het zien. We gaan beginnen met mijn twee wrap vestjes. Ik heb hem één in het zwart en ik heb hem in het beige. En deze zijn echt... Ik hou van deze vestjes. Ik draag ze de hele winter door. Ik heb ze laatst ook al nog een paar keer gedragen. Ik vind deze zo chill. Ik ga er ook echt meer kopen. Ik wil ze gewoon in alle kleuren. Maar ik heb in ieder geval zwart en beige. Basic past overal bij. Maar deze ga ik sowieso houden. Echt, ik hou van deze. Dan heb ik nog hier een gebreid vest. Dit is echt zo'n chill vest voor in de winter. Super leuk. Echt als het super koud is. Dit is echt een top vest. Van de H&M, dus die hou ik. Dit is eigenlijk zo'n blouseje wat eigenlijk opgehangen kan worden. Dit is dezelfde als die ik ook in het zwart heb van de Zara. Maar dan heb ik deze in het wit. Die ga ik gewoon even ophangen. Dus eigenlijk alles. Er gaat eigenlijk niet echt iets weg qua truien. Dus ja, dit ga ik allemaal weer even opvouwen en weer in de kast leggen. Oké, guys, en dit is dan het eindresultaat. Hier kunnen jullie al mijn truien zien. In ieder geval al mijn overige truien en wat dikkere truien. Dan heb ik hier dus alle onderkantjes. Dus lange broeken en korte broeken en eventueel wat rokjes. Dit zijn al mijn sportkleding en slaapkleren. Dit zijn wat overige hemdjes, tasjes, ondergoed en schoenen. Ik heb ook even mijn tassen hierboven opgeruimd en al mijn toilettasjes en zo. Dus dat is ook weer helemaal opgeruimd. En zo ziet het er dan van een afstandje uit. Echt weer super netjes en opgeruimd. Echt super fijn. En dit zijn dan alle items die weggaan. Ik ga dus eerst even vragen of mijn zusje hier nog iets van wil. En anders gaat het allemaal op Vinted. En als ik het na een tijdje niet verkopen vind, gaat het gewoon naar een goed doel. Maar ik ga eerst gewoon even proberen om wat te verkopen. Want er zitten wel echt gewoon super leuke dingen bij. Dus even kijken of ik iemand van jullie daar blij mee kan maken. Want ja, sommige dingen ook nog met prijskaartje. En het is allemaal ook gewoon echt voor een goede prijs gaat het weg. Dus misschien zie je wel iets leuks. Dus neem zeker even een kijkje. Linkje staat in de beschrijving. Mijn hele kledingkast is nu opgeruimd. Ik ben er echt super blij mee. Het was echt hoog nodig. En ik weet nu ook gewoon weer wat ik allemaal heb. Wat ik aan kan doen. Nieuwe outfit inspiratie. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want ja, ik draag meestal heel vaak dezelfde dingen. Maar ik heb nu gewoon eindelijk dingen weggedaan. Die eigenlijk stiekem al een langere tijd weg konden. Dus ja, ik ben er ook echt... 2,5 uur mee bezig geweest. Echt super lang. Maar het was echt nodig. Dus vonden jullie de video nou leuk? Vergeet dan niet zeker even dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende video. Doei! Bye.